Ja. Hoe lang willen jullie hier blijven? Want we moeten jullie alleen inschrijven als jullie 2/3 in een periode van 6 maanden hier in Kampen verblijven. Dus als het een korte verblijf is, dan hoeven jullie je niet te laten inschrijven. Oké. Nee, dat is voor deze keer wel van belang. Ja, ja, we moeten eerst hierheen, dan moeten we naar Jeruzalem om ons kind te laten opdragen, zoals u ook weet. Oké. Okay. Dan komen we terug. Nee, als een kind geboren wordt, hoeveel maanden bent u hier, mevrouw? 9. 9 maanden, dus kan elk moment worden geboren. Het kan elk moment gebeuren. Ja. Is er een dokter in de zaal? Ja. Heeft u hier gedaan? Ja. Nou, we zullen eens even kijken. We hebben hier net opnieuw ingericht. Ja. Het is een plek van ontmoeting. Ja, ik vind het echt geweldig. Misschien ook een plek van bevalling. Ik weet het helemaal niet. Helemaal niet precies. En als uw kind geboren wordt, moet u het wel hier aangeven. Oké, dat is goed. Ja, Jozef, doe je dat op? Ja, de vader die moet het aangeven binnen 3 dagen. Binnen 3 dagen, dat is goed. Ja, en de dagen beginnen pas te tellen als het tijdens de kerstdag is, na kerst. Oh, oké. Okay. Ja, dat is goed om te weten. Zo flexibel zijn we nu ook weer. Ja. Dus, Nou. Willen jullie een kopje koffie of thee? Ja. Ik ga weer een kopje thee. Even kijken of de ezel nog een hapje wil. Zo. Kijk je hele avond? Nee, nog niet helemaal. Dus. Kijk, hè? Dat is goed. Kom maar. Ja. Ik moet even van wanneer er. Hoe lang zijn we nu onderweg? Ik denk dat we nu ongeveer.